Nooit was een verkiezingscampagne zo lelijk. Argumenten zijn vervangen door scheldwoorden. Het dieptepunt van de campagne tot nu toe. Geert Wilders die Paul Rozenmullen beschuldigt van haatzaaien en liegen. De blaffende hond waarschuwt de andere dieren dat ze niet tegen hem moeten grommen. En de onbenullen die hij nu opzoekt in de straten van Weert, Urk, Volendam, Katwijk en Enschede zijn het natuurlijk met hem eens. Zelfs John van Zweden, de pratende schouderkarbonade uit Den Haag... maakt zich zorgen over het goere lef om Geert Wilders tegen te spreken. Vrijheid van meningsuiting in Nederland is verworden... tot het mobiliseren van domme massa's tegen de ander. De campagne van de PVV... Trok nog nooit zoveel aandacht. Geen ideeën, geen toespraken, geen debatten, alleen het naar de mond praten van stemvee. Geert Wilders wandelt als een ware martelaar door steden en dorpen met een vlekje. Omringd door getrouwen die ieder vertrouwen in de politiek hebben verloren en in hem iets zien wat ze zelf niet hebben. Geert Wilders drinkt bier. Geert Wilders eet friet, Geert Wilders lacht en Geert Wilders poseert. En daarna, daarna of daarvoor geeft hij korte statements en aan hem welgevallig media. of hij plaatst wat scheldwoorden op Twitter. Kan het erger? Ja. Kijk. Luister en huister even naar Marjolein Faber. Want wie op 15 maart op de PVV stemt, stemt niet op Geert Wilders, maar haar de Eerste Kamer in. Heeft Geert Wilders wel ogen en oren? Als Sigrid Kaar een heks is, wat is dat dan? Marjolein Faber maakte zich de provinciale staten van Gelderland onsterfelijk belachelijk met haar racistische getier. En ook door voor heel veel te veel geld het bedrijf van haar zoon in te huren. Voor het bouwen van websites. Als Marjolein Faber het ooit voor het zeggen krijgt, wordt haar zoon minister van Communicatie. Een kijker naar het eerste verkiezingsdebat op WNL opperde dat het misschien een idee is om de asielstroom te stoppen. door foto's van Marjolein Faber bij de grenzen te zetten. Het kost heel weinig moeite om Marjolein Faber als een anti-forest-gump door de wereldgeschiedenis te katapulteren. Natuurlijk is Marjolein Faber de schuld van de Tweede Wereldoorlog. Waarom zijn de dinosaurussen uitgestorven? Marjolein Faber, de watersnap. Noodramp, Marjolein Faber, oorlog in de Oekraïne. Marjolein Faber, Qatar, Marjolein Faber. Scheurbuik ontstond doordat Marjolein Faber in de potten ging staan roeren op de boten van de West-Indische Compagnie. Marjolein Faber vindt het prima om hulpgoederen te sturen naar rampgebieden, maar dan alleen dingen die we hier niet meer lusten of kunnen gebruiken. Marjolein Faber wil Nederland en Vlaanderen verenigen en dan met een sterk leger oprukken naar het zuiden om Sinterklaas te vertellen dat hij gewoon weer met een boot vol zwarte pieten naar Nederland kan komen. Marjolein Faber is tegen gezelligheid en wil dat er nu eigenlijk eens een gure wind komt waaien over het vlakke land. Er hoeven geen nieuwe criteria te komen voor asielzoekers. Ze selecteert graag zelf. Met liefde trekt ze schreeuwend van stad naar dorp om aan te kondigen wie er allemaal uit moeten. Eigenlijk iedereen. Er kunnen woningen worden afgebroken. Zodat er eindelijk weer ruimte is voor onze boeren. Marjolein Faber is de schreeuwende en scheldende trol van Geert Wilders. Je vraagt je toch af hoe het kan dat hij deze vrouw op de sokkel heeft gezet omdat de rest van zijn partij nog slechter en incapabeler is. Kijk naar de beelden van Geert Wilders in steden als Urk en Enschede. Kijk naar de koppen van de mensen met wie hij poseert. Het is dat of Marianne Faber of gewoon even nadenken. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert weet meer.